En dit is de man die dit seizoen alles wint wat je maar kunt winnen. Jens Dekker uit Fluitenberg. De grote favoriet in België vanochtend. Om 11 uur was de start. Maar ja, je kunt favoriet zijn. Dit is een wedstrijd op zich. En misschien is de druk ook wel heel erg groot op Jens Dekker. Maar zijn start is prima. Er wordt gereden op het circuit van Solder. Eerst een stuk asfalt. En dan een gevaarlijk stuk. Want na dit stuk asfalt... En de rijders rijden hier toch denk ik zo'n 50 km per uur. Gaan ze het natte, soppige veld in. En dan is deze bocht extreem gevaarlijk. Hier moet je goed doorkomen. Niet vallen. En Jens Dekker gaat denk ik als vijfde hier door de bocht. En blijft keurig netjes op zijn fiets zitten. Gebeurt helemaal niks. Goeie start van Dekker. En aan het einde van die eerste ronde een gevaarlijke afdaling. Dekker heeft de leiding genomen. En in zijn wiel is het Crispin, een Fransman. En daarachter hebben de rijders het moeilijk. En het is gevaarlijk. En hier heeft Dekker dus helemaal geen last van. En Dekker gaat door. Pakt aan het einde van de eerste ronde 3 seconden voorsprong. En bouwt die voorsprong beetje voor beetje uit op Crispin. En het is ongelooflijk zwaar in België. Het regent de hele dag al. Maar Dekker, ja, is in grootste vorm. Won vorige week nog de wereldbeker. En loopt ronde voor ronde verder uit. En niemand kan hem bijbenen. Er staat geen maat op Jens Dekker. De man uit Fluitenberg wordt wereldkampioen bij de junioren. Wat een prachtige prestatie. Als grote favoriet het even doen. Dat is niet makkelijk. Maar Jens Dekker laat het makkelijk lijken. Wat een fantastische prestatie. Dekker wint. Met grote overmacht. En op meer dan 30 seconden is het Crispin. Hij wordt tweede. En uiteindelijk wordt er nog een derde Fransman. Bonnet, hij wordt derde. Maar Jens Dekker is wereldkampioen. Meer dan 35 seconden voorsprong op Crispin en Bonnet op een minuut. Ja, dan win je met overmacht. En mag je die regenboogtrui in ontvangst nemen. Ik was vrij goed weg. Beetje probleem in de eerste bochten. Maar ik kon vrij snel weer terugkomen naar plek 5 denk ik ongeveer. En ja, toen ik de kans had, heb ik eigenlijk gewoon direct overgenomen, zo snel als kon. En proberen weg te rijden. En ik denk dat ik bij het opdraaien van de weg, de eerste ronde had ik 2-3 seconden of zo. En ik ben gewoon vol doorgegaan. Maar het liep steeds verder uit. En één Fransman bleef nog vrij dichtbij eigenlijk de helft van de wedstrijd. Maar toen op een gegeven moment, toen begon het in één keer, kwam er 20 seconden bij of zo. En toen was het wel op zeven rijden en binnen proberen komen. Fantastische overwinning en als beloning die prachtige regenboogtrui voor Jens Dekker uit Fluitenberg.